Ben je heel druk, kan je je moeilijk concentreren en doe je soms dingen zonder er eerst over na te denken, dan heb je misschien wel ADHD. Oh, nu ben ik de draad een beetje kwijt. Nu is het zoveel in je hoofd dat je het even niet meer weet. Ja, ik ben het nu echt even kwijt. Heb ik ADHD? Ik ben gewoon heel snel afgeleid. Dat ik heel hyper was. Mijn hoofd was erg vol. Als ik die medicijnen niet zou gebruiken, dan zou ik van school moeten. Sommigen van jullie hebben zelfs het idee dat als ze om zich heen kijken in de klas, steeds meer mensen ADHD hebben. Maar is dat ook zo? En wanneer heb je het nou wel of niet? Echt goede cijfers zijn er niet, maar er wordt geschat dat wereldwijd zo'n 5% van alle mensen onder de 18 ADHD heeft. En ook deze mensen hebben het. Maar wat is ADHD nou precies? Ik heb geen zin in dingen handelen, hè? Wat normale mensen kunnen handelen. Kan ik dan niet handelen? Ik ben gewoon heel snel afgeleid, heel erg aanwezig en ik klets heel veel. En ik presteerde op de basisschool minder dan ik eigenlijk zou kunnen. Mijn eindcito, waar ik dan mijn medicatie vergeten was om in te nemen, die is daar echt daadwerkelijk door beïnvloed. ADHD is er in verschillende soorten. Bij de ene heb je dan vooral last van een aandachtstekort. En bij de ander ben je vooral hyperactief en denk je niet altijd goed na bij alles wat je doet. En je hebt een soort waarbij je een aandachtstekort hebt, hyperactief bent en ook nog eens heel impulsief bent. En dat is wat het meeste voorkomt. En Maaike die heeft dat ook. Ja, eigenlijk wat er gebeurt is dat je gewoon overal altijd over nadenkt. Dus ik stop nooit met nadenken, denk ik. Echt. Het is altijd denken. Als ik appen krijg van vrienden en ik weet niet of kan niet lezen wat erop staat, dan zit hij in mijn tas of in mijn broekzak en denk ik van nou, ik moet hem echt heel eventjes hebben, want anders kan ik me echt niet meer concentreren. Oh, nu ben ik de draad een beetje kwijt. Dit is zo'n moment. Dat is zo'n moment dat ik heel erg veel over heel erg veel dingen ga nadenken en ik... Nu is het zoveel in je hoofd dat je het even niet meer weet. Ja, ik ben het nu echt even kwijt. Ja. Wow. Weet je nog wel waar we het over hadden? Nee. Heel eerlijk moet ik zeggen, nu echt niet meer. Maaike heeft dus overduidelijk ADHD en zoiets kan dus alleen worden vastgesteld met een test. En laat het nou zo zijn dat jij mij hier elke ochtend een soort hyperactief onthaal geeft, je hier minstens 5 keer door de gangen rent en het mij dus een heel goed idee lijkt dat jij een keer zo'n test gaat doen. Wat denk jij, Neshla? Heb ik ADHD? We gaan het gewoon uitzoeken, we gaan verschillende gesprekken hebben. Daarom is mijn moeder ook mee, toch? Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat jij niet meer herinnert hoe jij op 3-jarige leeftijd bijvoorbeeld functioneerde. En op basis daarvan kunnen wij gaan kijken of jij daadwerkelijk ADHD hebt. Hoe gaat het met slapen? Danny moeite had met aandacht, een grote doel. Had toch allemaal te maken met zijn mond, want die stond maar niet stil. Dat ik eerder dingen zeg, dat ik denk, oeh. Ik was heel druk aanwezig in mijn buik. Daardoor duurt het ook langer, denk ik. Die test duurde dus uren en ik moest er al om 8:30 zijn. En dat allemaal voor dat ene antwoord. Daar ga ik niet alleen een beslissing over nemen. Dat doe ik altijd samen met mijn collega, een psychiater. En we zagen dat je wel een iets hogere score hebt op het gebied van hyperactiviteit en impulsiviteit. Maar ook niet voldoende om de diagnose te kunnen stellen. Je hebt het niet? Nee. Heeft hij het echt niet? Nee, kijk, zij waren het allemaal wij, de hele crew. Dat kan niet. Wat doe jij dan elke ochtend hier? Ja, ik heb ze €500 gegeven. Ja. Stel, je hebt ADHD, dan is de kans groot dat je behandeling er zo uitziet. Je krijgt coaching van een psycholoog over hoe je beter met je ADHD om kunt gaan. En je krijgt therapie waar je aan de slag gaat met je gedachten, gevoelens en gedrag. Daarnaast schrijft een psychiater, een arts dus, pillen voor waardoor je minder last krijgt van je klachten. En als je aan de medicijnen gaat, dan zijn er alleen al 10 opties. Ik gebruik Ritalin. Dat scheelt enorm, omdat ik zelf zoiets heb van... Oh ja, het leven is zeg maar niet zo moeilijk zoals ik het telkens ervaar. Methylphenidaat, dus Ritalin. Ik denk dat ik die school namelijk door die pillen wel gewoon kan halen. Omdat ik namelijk zonder die pillen kan ik me gewoon niet focussen. Dit zijn de meest gebruikte stoffen die in je medicijn kunnen zitten. En dit is de populairste. Dat zit bijvoorbeeld in Ritalin. Je wordt er rustiger van en je raakt minder snel afgeleid. Het gebruik van die stof was jarenlang enorm populair. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat het gebruik van die stof eigenlijk sinds 2015 daalt. En dan vooral onder jongeren. Het afgelopen jaar harder dan het jaar daarvoor. Want artsen en psychiaters die waren verbaasd over hoe makkelijk en vooral hoeveel dat medicijn eigenlijk werd voorgeschreven. En dus kwamen er strengere regels. Ja, en ook wel logisch, hè, want medicijnen slikken doe je niet zomaar. Je kan er bijwerkingen van krijgen. En dat kan ook een reden zijn voor sommige mensen om er weer mee te kappen. En ik ben eigenlijk na 2 maanden gestopt met de medicatie, omdat ik
Ik voelde me suf en ik voelde me eigenlijk een stuk minder mezelf. Ik had geen eetlust meer. Op een gegeven moment was ik, denk ik, als kindje 5 kilo of 6 kilo afgevallen. En het allerengste wat ik meemaakte terwijl ik medicijnen gebruikte, is negatieve gedachten, gewoon depressiviteit eigenlijk. Stel dat je stopt met die medicijnen, dan heb je die bijwerkingen ook niet meer, maar dan komt ook die drukte en die slechte focus weer terug. En dat is voor jezelf natuurlijk niet fijn, maar dat geldt ook voor sommige leraren. Nou, ik denk dat het dan behoorlijk chaos is. Dan lopen de cowboys door de klas natuurlijk. Ik heb wel eens gevraagd aan ouders of leerlingen of ze medicatie willen nemen. Ja, ja. Nou, omdat ik van mening was dat deze leerling daar echt gebaat bij zou zijn. Dat is het uitgangspunt, hè? Het gaat me om die leerling. Heeft een leraar wel eens aan jou gevraagd of je je pillen wil innemen? Nee, dat gelukkig niet. En dat zou ik echt heel erg vinden als iemand dat aan mij zou vragen eigenlijk. Ik denk niet dat een leraar daar eigenlijk over gaat. Ik bedoel, als je last van me hebt, stuur me er dan uit of zo, weet je wel. Als we bij jullie op schoolbezoek gaan, dan zeggen jullie wel eens, het lijkt wel of steeds meer mensen ADHD hebben. Maar is dat wel zo? Nou ja, dat meer mensen hulp zoeken betekent natuurlijk niet per definitie dat ook meer mensen ADHD hebben. We hebben echt ons best gedaan om uit te zoeken hoeveel mensen ADHD hebben, maar dat is gewoon echt niet te doen. Het laatste echt goede onderzoek komt alweer uit 1993 en voor de rest zijn het vooral schattingen en zo. En we kunnen dus ook niet zeggen zoveel mensen zitten aan de pillen, dus zoveel mensen hebben ook ADHD. Want sommige mensen die ADHD hebben, slikken misschien wel geen medicijnen. En ook als je misschien ADHD hebt, laat je misschien wel nooit testen. Toch kan het fijn zijn om te achterhalen of je het nou hebt of niet. Het maakt echt wel deuren open van dat je gewoon weet van, oh, dit komt door mijn ADHD, weet je, ik ben dit niet echt. Het hakt er best wel in als je hoort van je leraar dat je lui bent, zeg maar, en dat je het gewoon niet wil. En uiteindelijk dacht ik van, nou weet je, ik wil het wel en ik kan het ook wel, maar ik moet gewoon hulp erbij hebben, zeg maar. Maar ik ben wel heel enthousiast. Ik ben best wel creatief, kan makkelijk oplossingen bedenken voor moeilijke problemen. ADHD hoeft niet per se negatief te zijn. Mensen met ADHD zijn gewoon awesome. We zijn heel benieuwd waar we ons volgende verhaal over moeten maken, dus zet dat even hieronder. En ja, we lezen alle comments. Ja, jij dan, ik niet. En abonneer ook nog even voor ons volgende verhaal, want je wil ons zeker niet missen. Doei!